straks. Ik heb het al gezien. Hebben we? Ja? Ja, ik heb het al gezien. Ja. Okay. Zal ik het gewoon zeggen? Doe eens. Het is deze. Het is deze? Ja. Hoe duidelijk is duidelijk? Welkom terug bij de alarmcentrale Pech Onderweg. Cor heeft een nieuwe melding en gaat op weg naar Leendert. Zijn auto staat op de oprit met een lekke band. Ik heb het al gezien. Hebben we? Ja? Ja, ik heb het al gezien. Ja. Okay. Zal ik het gewoon zeggen? Doe eens. Het is deze. Het is deze? Ja. Hoe duidelijk is duidelijk? Alleen, we moeten even kijken of hier nog iemand is. We hebben Leendert, Bettien, Karst en Jort. Ach, goeiedag. Dag Leendert. Hoi, Cor. Nou, dit is Cor. Oh, dat is Cor. Ja, dit is Cor. Dat is iemand anders. Ja, ik ben Jochem. Oh ja, verrekt, nu je het zegt. Nou ja, verrekt, ken ik je ook wel. Ja. En dan schat ik in dat dan... Ja... Karst. Ja, niet zeggen dat ik moet gokken. Karst. Een goede kleur heb je in je haar zitten. Ja, toch? Ja, ja. Mooi. Ja, we hebben het al eigenlijk... Had je het zelf ook al gezien waar die zat? Nou, met goed kijken kan je het wel zien, ja. Ook waar het schroefje zit, hè? Ik heb hem wel gevonden, ja. Ja. Er is wel een heel mooi wit puntje er ook nog op. Ja, een papiertje eraf. Ik denk dat het een dopje is van een kast die we net hebben afgebroken een paar weken geleden. Dat hij hier nog ergens lag of zo. Ja, want er zat zo'n wit papiertje zat er iets ja, op. Ja, plasticje. Ja, uh-huh. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus, we gaan proppen. Proppen? Ja, we gaan proppen. Ja? Nou, dan ben ik benieuwd wat je gaat doen. Ja, dan moet ik zeg verder niks. Nee. Aan de telefoon had je een behoorlijk Fries accent. Ja, dat klopt. Ja. Ik zei al, er liet er wel een speakergatje in zit. Nou? Kijk. Toen ben je toch een Fries. Nou, een beetje. Moet er een brein en green zijn. Ja, nou. Maar dat niet zin, ik anders geen op jochte Fries. Nou, dat klinkt heel goed. Ja. Ik kom er niet vandaan. Nee, weet ik ook niet echt. Ik keur het goed, trouwens. Ja, je was het in Zuid-Holland. Ja, je mag naar Leeuwarden voor papa. Oh, maar jij ook een Fries in Groningen? Nou, ik heb een Friese vrouw, maar ik ben een halve Fries in Groningen. Waarom? Mijn moeder is een echte Fries. Mijn vader een echte Hollander. Oké. Okay. Maar hoe is het voor jou dan om met een Friese vrouw hier in Groningen te zijn? Nou, het is te doen. Het is te doen. Nee, maar of is het helemaal geen ding? Nee, het is voor mij geen ding. Maar het is wel, als je in Friesland komt, voelt wel als thuiskomen. Als je het Fries weer hoort. Dat is wel gek. Terwijl ik zelf niet echt een Fries ben. Maar het voelt wel als thuiskomen. En wat voel jij je dan? Ik ben toch wel echt een stadjer. Ja. Een stadjer en dat is een Groninger? Ja, ik ben gewoon een Groninger. Hey, en je bent lekker thuis. Want mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 23. 23 en nog lekker thuis wonen? Ja, zeker. Ik heb mooi een eigen studiootje voor mijn muziek. En ik heb mijn kamer boven, dus ik vind het hier wel genieten. Dat meen je niet. Je maakt muziek? Ja. Wat voor muziek? Ik maak elektronische muziek. Happy hardcore vooral, dat soort dingen. Ook wel een beetje in de house. Dus, wat goed. Ja. En is dat muziek waar Leendert ook blij van wordt, of niet? Nou, ik vind dat hij leuke dingen maakt. Ja? Het is echt moeite waard om een keer te luisteren. Oh. Ja. Nou, dan moeten we maar snel gaan luisteren naar de muziek die vader Leendert zo trots maakt. Maar eerst gaat Cor aan de slag met de lekke band. Jochem? Ja? Ik ga even afwijken van protocol. Oh? Want normaliter zet ik deze tegen de auto aan en die op de grond. Ja. Maar hier zit heel veel plastic. Dat is niet erg, maar dan moet ik wel heel voorzichtig mee zijn. Je bent bang dat het afbreekt? Juist, dus ik draai het even om. Nou ja, dit gaat wel lukken. Ik ga eens even binnen muziek luisteren. Ja, leuk joh. Karsten, heb je even wat leuks staan, of niet? Ja, ik heb eventjes een projectje erbij gepakt. Een van mijn meest beluisterde nummers op Spotify nu. Dus, die staan gewoon ook echt op Spotify? Ja, die staan op Spotify. Dus, goed bezig. Nou, dan wil ik even luisteren. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig wat voor muziek je dan maakt. Ja. Ben jij dat? Ja, dat ben ik, inderdaad. Maar daar staat Jalmaan. Jalmaan, dat is mijn artiestennaam. Jalmaan, waar komt dat vandaan? Toen ik 5 was, toen speelde ik Rollercoaster Tycoon. Ken ik. Deden mijn kinderen ook. Ja. Uit mijn kinderbrein was Jalmaan gekomen. En eigenlijk is dat een beetje blijven steken. En maar je weet niet waar die... Nee, ik weet niet waar die reden die in jouw 5-jarige brain gekomen is. Nee, dat weet ik zo niet. Het is er zo van gekomen, het is blijven steken. Dus ik gebruik Jalmaan sinds... Sindsdien. Dus nu kunnen we op Spotify tracks streamen. Hè? Ja, zo heet het natuurlijk goed, hè? Ja. Liedjes luisteren. Ja. Van Jalmaan. Ja, zeker. Nou, en wat is je grootste hit tot nu toe? Mijn grootste hit op Spotify is Far Away. Die heeft nu bijna 300.000 plays op dit moment. Oh, kijk eens. Nou, laat me horen. Ja, ik kan het even hier laten horen, maar ik heb ook het project erbij gepakt. Stukje dus ik kan Far Away. Via het project laten horen. Oh, dan zie ik alle losse sporen die je hebt. Ja. Kijk even. Er zit wat alle in. Alle sporen, inderdaad.
Dat ziet er best indrukwekkend uit, zo'n project. Hoe zijn meest gestreamde track klinkt, dat horen we straks. Terug bij de lekke band van Leendert. Terwijl Cor de band propt, luisteren wij naar de grootste hit op Spotify van Jalmaan, de zoon van Leendert. Mooi. Een lekker begin. Ja, rustig. Lekker rustig. Hup, even zen momentje. Precies. Rust. Komt goed met de band. Ik heb ook opmerking gekregen dat het een beetje op Alan Walker dit begin lijkt, maar het is ook komt-ie. Wie zingt dit? Dit is Sebastian Hudson. Dit is een Amerikaan. Een Amerikaan? Ja. Hoe kom je aan Sebastian Hudson dan? Ik zocht naar een vocalist met een bepaald geluid. En Sebastian Hudson was er een van en die reageerde toevallig. Maar je kunt gewoon via internet... Ga je dan dingen checken en op een gegeven moment denk je, dit is een goede stem. Je neemt contact met hem op en zegt, ik wil dat je een track voor me gaat inzingen. Ja, precies. Vraag ik van, wil je dit voor me inzingen? Zeg van, ja, tuurlijk, lijkt me leuk. En zo hebben we dat gedaan. Internationale productie vanuit Grunning. Vanuit Grun, ja. En wat zijn je ambities eigenlijk? Mijn ambities zijn, het zou heel leuk zijn om... ik kan op dit moment nog niet DJ'en, maar dat wil ik wel graag leren. Dat is echt zo'n hele tent uit zijn plaat gaan. Ja, dat lijkt me echt geweldig. En is het allemaal techno? Of is het is, ook... het is, dit is allemaal elektronische muziek. Dus dit is dan een happy hardcore nummer. UK hardcore. Ja. En ik maak ook onder andere house en trance en hardstyle. Je hebt niet één specifieke stijl? Nee. Leendert, dat is wel leuk. Leendert, die staat daar op gepaste afstand. Staat een beetje toch heel erg trots te kijken, Leendert. Wat vind je nou van het nummer dat we net op hadden staan? Far Away? Ja, ik ben wel inderdaad heel trots op hoe... Heeft hij van jou, dat muzikale talent? Nee, zeker niet van mij. Nee. Van Mams? Daar zit meer muzikale muziek. Bij. Maar ik denk dat het is echt heel erg van hemzelf. Wat zijn jouw muzikale helden, vraag ik mag? Ja, die zijn een beetje vanuit de jaren 70. Geeft niet, dat zijn waarschijnlijk ook mijne. Een beetje Queen. Queen. Dat soort van Joy Division destijds. Een beetje de hoek van de New Wave en de punk vond ik heel leuk in het verleden. Maar de muziek van de Karst kan je ook wel waarderen. Ja, absoluut. Ja. Ik zie geel bij de deur. Het zal toch niet zo zijn dat onze Cor al klaar is? We moeten naar Cor. Ja, sorry, maar helemaal te gek. Jalmaan. Check het op Spotify. Check het op Spotify. Het staat op bijna alle platforms. Dus ik zou zeggen, ga naar luisteren. En word er blij van. Dat is het belangrijkste. Zolang je er maar blij van wordt. Dat is goed. Word er blij van. En hopelijk jij heel snel op de festivals. Ik hoop het echt. Leuk. Ik dank voor deze kleine rondleiding. Yes, geen probleem. Top, man. Ja, Cor, kom maar aan. Oh, heb je iets met techno of niet? Of met house of dance? Happy hardcore. Ik vind het wel leuk, maar ik had het zelf niet. Nee, maar wat heb je thuis op staan? Oh, Sky, de Feel Good Station. Ja? Ja, gewoon. Oude meuk. Maar welke artiesten? Want Leendert had dan bijvoorbeeld Queen. Van Queen. Queen. Status quo. Beetje jam. Ja, allemaal lekker hetzelfde. Rang aan die gitaar, Deep Purple. Ja. Oké, maar inmiddels... Ja. Ik was zover. Hij zit erin, hè? De prop. Het is toch iedere keer net of je een harde kattenkeutel erin gedaan hebt. Ja, zo is het wel, ja. Maar met bijbehorende bericht, natuurlijk wat je vertelt, waarschijnlijk. Eigenlijk officieel. Officieel. Wij zien het als een noodoplossing. Ja. Maar... Je kan er gerust een tijdje mee doorrijden. Ja, hoor. Je komt er wel mee thuis. Ook wel vier keer. Ja. Cor, als ik iets moet doen, want ik heb natuurlijk daar lekker in die warme studio een beetje staan dansen. Jij hebt hier weer in weer en wind, heb jij gewoon een bandje aan het proppen geweest. Ja. Heb je dat liedje ook op je techno, door de wind en de regen en dan een beetje happy hardcore eronder? Ja, absoluut. Door de wind, door de regen. Dat lijkt me dan wel uit. Waar door alles heen, door de wind. Ja, maar dat doen we niet. Koptelefoon erbij op, heerlijk. Dit was hem weer. Ja. Nou, jij nogmaals, heel veel succes. Yes, super bedankt. Met je carrière als Jalmaan. Yes. We gaan je volgen. En Leendert gaat nog een fotootje maken. Tot ziens, leuk je ontmoet te hebben. Ja, en leuk jou ontmoet te hebben. Goed, ik ga er weer door. Wij gaan weer door, hè? Jij gaat weer achter me aan. Oké, ik rij weer achter je aan. Super.